Ik ben Zeina Magloef. Ik ben 49 jaar. Al sinds 10 jaar loop ik hard. En dat heeft mij zoveel gebracht. Zoveel sterker gemaakt. Goedemorgen. En daardoor ben ik sindsdien ook andere vrouwen gaan inspireren en stimuleren. En overhalen om ook te gaan wandelen, hardlopen. Ik ben van mening dat je ook heel laagdrempelig ontzettend veel kunt bereiken. Je wordt sterker, niet alleen lichamelijk, maar ook je geest. Vrouwenvaart is een ontwikkelingscentrum, emancipatiecentrum voor vrouwen. En het doel van Vrouwenvaart is vrouwen te emanciperen, te helpen bij hun ontwikkeling. Onze doelgroep, dat zijn eigenlijk alle vrouwen die een steuntje in de rug nodig hebben. Laagdrempelig willen beginnen en het anders niet durven elders. Veel vrouwen willen of durven alleen met vrouwen te sporten en niet met mannen. Niet waar het gemengd is, niet waar mannen komen. Als je naar mijn geval kijkt bijvoorbeeld, ik was 6 jaar toen ik naar Nederland kwam. Ik beheerste taal heel goed. Ik wilde altijd al hardlopen of sporten. Maar ik durfde dat nooit. Omdat de sportverenigingen ook voor mij een drempel te hoog waren. Ik durfde niet. Ik kon niet. Ik had meer steun nodig. Ik wilde me ook aansluiten bij vrouwen zoals ik. Zelfde achtergrond als ik eventueel. De groepen die hier wandelen en hardlopen, die genieten ook elk jaar getijden. We zijn bezig met de basisdingen zoals techniek, ademhaling en alles. Maar ondertussen genieten we van de natuur. In de lente is het hier heel anders dan nu bijvoorbeeld bijna winter. Dus dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan dat je ontzettend hard en snel moet gaan en spieren moet gaan kweken. Dat is niet ons doel. Niet als eerste doel. De vrouwen die bij ons komen, die vinden de sportverenigingen nog net een drempel te hoog. Dus die kunnen bij ons starten, bij ons heel veel doen, ook wennen. En als ze dat op een gegeven moment kunnen of durven of willen, dan stappen ze over naar een sportvereniging in de buurt. Je hoeft niet per se te gaan hardlopen 3 keer of 4 keer of 5 keer in de week om goed in je vel te kunnen zitten. Want je kunt ook met wandelen ontzettend veel doen. Nordic walking, je hebt ontzettend veel andere sporten of beweegactiviteiten. Je hoeft niet per se topsporter te zijn om gelukkig te zijn.